Op 1 januari 2015 dan komt Geffen bij de gemeente Os. Na Ravenstein en Lid weer een herindeling in deze eeuw voor de gemeente Os. Nu komt Geffen er dus bij. We hebben besloten in deze zaal, hier in Geffen, de gemeente Maasdonk gaat zich namelijk opsplitsen. Vinkel en Nuland, de andere plaatsen uit de gemeente Maasdonk, die gaan naar Den Bosch. In het voorjaar was het al een beetje duidelijk dat Geffen bij Os zou komen, maar in augustus kwam er echt een definitief ja. En laten we teruggaan naar die historische avond. Een verrassing was het natuurlijk niet echt meer, maar een historisch moment was het wel. Dinsdagavond gaven de gemeenteraden van Os, Maasdonk en Den Bosch definitief het groene licht voor de herindeling van de gemeente Maasdonk. Voor Os betekent het dat Geffen vanaf 1 januari 2015 bij de gemeente wordt gevoegd. Er was nog even discussie over waar de gemeentegrens tussen Os en Den Bosch precies moest gaan lopen. Maar het voorstel werd niet meer veranderd. Ja, nou, het was iedereen duidelijk dat er vanavond in de 3 gemeenteraden hetzelfde besluit genomen moest worden. Om te zorgen dat op 1 september het advies bij de provincie ligt. En dat was helder. Ja. En dat wil zeggen dat er in principe niet meer aan de grens getornd zou kunnen worden. Tenzij daar op alle 3 de raden eenzelfde amendement zou worden aangenomen. En dat is niet gebeurd. In de Osse Raad stemde uiteindelijk alleen de SP tegen het herindelingsvoorstel. De komst van Geffen kost Os te veel, zo werd in de gemeenteraad nog eens herhaald. Maar de partij gaf ook aan in het verdere traject niet meer dwars te willen liggen. Kijk, vanavond is dat besluit genomen. Dat zat er inderdaad aan te komen. Nu komt er nog een heel traject achteraan, dat allerlei dingen werkelijkheid moeten gaan worden. En natuurlijk zullen wij daar loyaal aan meewerken. Wij snappen dat ook. En daar zijn uiteindelijk ook de mensen in Geffen het meeste mee gediend. En daar zijn wij natuurlijk ook voor. Maar met dit besluit moesten wij ook kijken naar de belangen van Os. Naar de Osse inwoners. En ja, die zijn natuurlijk, die draaien wel voor de kosten op. D66 en Beter Os leken aanvankelijk ook te gaan tegenstemmen. Maar gingen dus toch akkoord, ondanks bezwaar over de 1,7 miljoen die het Os kost, de ligging van de grens en vraagtekens over het bedrijventerrein Hees-West. Kijk, als wij dus vandaag in meerderheid niet akkoord waren gegaan met de herindeling, dan hadden we over een half jaar verkiezingen gehad. En daar staat verder eens niemand bij stil, maar dat zou ook voor vele mensen een... Dat wilde u niet op uw geweten hebben? Nee, ja, goed, dan gooi je in één keer het hele programma in de war. Maar goed, het belangrijkste punt is, de mensen uit Geffen, die zijn gewoon welkom in Os. En dat moet niet met een nipte meerderheid zijn, maar dat mag gewoon met een ruime meerderheid zijn. En ja, er blijven punten over van kritiek. De burgemeesters van Os, Maasdonk en Den Bosch hebben woensdag het herindelingsvoorstel aangeboden aan de commissaris van de Koning. Dat gaat nu nog naar de minister en de Tweede Kamer voor goedkeuring. In Os is er de komende tijd ook nog veel werk te doen. Nou, er moet met name gekeken worden, omdat het een splitsing is van de gemeente. Moet er heel sterk gekeken worden wat hoort waarbij, wat gaat naar welke gemeente toe. Wat is het verschil van het beleid wat Maasdonk heeft met enerzijds Os en anderzijds Den Bosch. Er moeten zaken verdeeld worden. Daar moeten afspraken over gemaakt worden, moet gekeken worden naar vervolgstappen. Moet gekeken worden naar waar gaat het personeel heen. Kortom, veel werk aan de winkel. Nu de herindeling doorgaat, is ook vast komen te staan dat de gemeenteraadsverkiezingen in Os niet in maart worden gehouden, maar op 12 november volgend jaar. Is de komst van Geffen bij de gemeente Os voor u het nieuwsmoment van 2013? Stuur dan een mail naar nieuwsmoment@dtvos.nl en stem op dit fragment. Stemmen kan tot zaterdagmiddag 4:30, diezelfde dag vanaf 8:00 op DTV, de uitslag.